weg! Wat? Ik zit de hele tijd hey in zijn oor te roepen en gaat hij in één keer weg. De blue bedoel je? Ja. Oh, dat is niet zo erg. Nee, maar dat is mooi ook, want dan kan ik meer zo. Ja, het doet me denken aan die ene keer dat ik zo'n wereld als Phantom kwam en toen ik de hele tijd hey roept, toen die keer hem opnieuw wegstuurde. Ik dacht dat het kwam omdat ik te vaak hey roept. Waarschijnlijk was dat het leuk. Maar dat weet toch bizar als je dan iemand weg gaat sturen. Hij roept dan te vaak hey! Anyway. Ik heb geen bekende namen. Too sick with it! Ik ga je wel reporten. Wie mij? Correct. Zal ik doen. Ik kan het er niet over uit hoe dom dit is, jongen. Echt gewoon. Ja, je voice opname. Het wordt nou altijd opgenomen. Altijd. Geweldig. Alleen zin me geen fuck hoor. Ik ga geen rem op mijn mond houden. Nee. Maar wij kunnen gewoon alles tegen elkaar zeggen wat we willen. Totdat een van ons elkaar rapporten. Maar inderdaad dat wij niet zo laag zijn. Het probleem is misschien Phoenix. Als hij dat doet, jongen. Dan kan je hem net zo goed ook reporten. Maar ik neem aan dat Phoenix het niet doet. Ik bedoel, als hij daar serieus de moeite voor wil nemen. Ja. Hé, hey, die kennen we. Kom je weer op mijn borst liggen? Ik heb weer een klein monster op mijn borst liggen. Oh ja, daar zag ik nog. Daar is die. Zag ik nog? Ja. Nee, de monster, ja, correct. Anyway. Wat een verrassing. Een beetje laat. Oh, het zijn er twee. Oh, rol! Oh ja, kan ik. Got you now. Wat? Kan ik geen point down doen? Niet doen. Niet doen. Dit is de nieuwe plek geworden. Die andere twee zijn achter die in Vedra aangerend. Nou kon ik gewoon geen point down doen, hè. Dat is wel kwalijk. Dat is echt vreselijk. Huh? Ja, ze is gaan liggen. Trouwens, ik denk dat ze dat ook wel kunnen reporten als je het hebt over point down doen met trots. Dat is ook kwetsend. Wel, wel. Waar is hij? No way. Maar daar heb je hem, hoor. Hè? Huh? Ja, ik weet niet. Gaat hij nog serieus wegrennen? Wat een held. Hè? Oom? Ah, oh, leuk. Huh. Ja, die kerel is nu echt helemaal weggerend, want ik schoot met een boog en dan wordt hij helemaal bang. Hallo? Oh. Oh, daarom, hem weer. Daarom was je aan het glijden. Ik dacht al even. Oh ja, ik hield gewoon ook even mijn mond dicht, dus ik dacht dat leek dan helemaal al verleidelijk. Maar je wist dat het. Wat? Waarom gaan ze zo ver? Nou ja. Fuck it. Oh, ik wist al dat hij naar beneden gesprongen zou zijn. Hij is bij mij! Ja, wat een idioot. Ik denk, kills bedvestjes R1, R1, R2. Excellent. Hebben we over de backstep gaan. Wat een held. Hij dodgde er gewoon geen een, hè? Nee. Jan in Veder komt erin. Wat heb ik gemist? Anyway. Ja, alles leeft weer zoals de vorige, maar niet als de vorige keer, weet je nog? Toen leefde de kant de elf niet meer. Ja, dat was niet zo slim. Toen had je twee ik was dat vergeten, zeg. Toen had je twee F's of zo. Wat voor een host niet heel erg veel was. Nee. Why the fuck is too sick with it? Apostel Lavendel. Ja, waarschijnlijk Bosroom. Leuke naam, alleen hij spelt apostel verkeerd. Ja.
apostel, het moet toch apostel zijn met L1? Ja, klopt. Dus dat spelt hij verkeerd. Jongen. Ja, kom maar terug. Ik denk dat hij ons niet kon vinden. Dus. Ja, ik denk, hij denkt waarschijnlijk, ja, Midir en Bos. Oh, shit. Oh, fuck. Ja. Ga terug. Dat is een meta. Don't worry. We'll get them. Correct. Wat hoor ik nou? Oh, die heralds zijn al geactiveerd. Ja, dan was ik stond daar bij een Purging Monument en ik wou de Homeward Bone doen. En net toen ik Homeward Bone aanklikte om naar de shrine te gaan, nee, om naar Blast Bonfire Rested te doen, klikte ik erop en toen in één keer cancelde hij gelijk. Natuurlijk, je hebt nog ineens op de bonfire gedrukt vanaf de Purging Monument, ja. Ja. Ik had de Purging Monument gedaan en toen dacht ik, ja fuck it, ik hoef niet terug te lopen. Oké, volgens mij is Nankhida niet achter ons aangelopen. Nou, ik heb hier ook niet eens iets. Maar het is echt nog nooit gebeurd, hè? Bij de Purging Monument geïnvade worden. En dat is vrij snel, inderdaad. Ik heb het wel een paar keer gehad dat ik van Purging Monument naar Ring City Streets ga. Maar bij Purging Monument zelf? Nee, dat is wel heel snel. Oh, daar komt hij toch. Val mij. Ik had verwacht dat hij dood zou gaan. Jongen, hij gaat ervoor staan. Oké, nou is hij weg. Ik weet niet of deze 10 minuten doorgaan hebben dat wij hier zijn, gezien het feit dat al die heralds al geactiveerd zijn. Jezus, hij heeft ook die pijlenboog. Ja, hij heeft wel een dragonslayer. Maar hij gebruikt andere pijl. Ja, een dragonslayer pijl. Ik heb die boog ook, maar ik heb die attributes er niet voor. Slampen. Ja. Stel je voor als ze naar allebei komen, we raken er allebei in. Zo. Mis! Dojo! Nou, je raakt hem achter je. Oh, hij heeft echt geluk. Dat doet zo weinig damage. Uh-oh. Nou ja. Oh shit, ik heb geen... Oh man, dit is echt... Misschien even terugtrek. Hectische shit, jongen. Val mij, dat deden ze nog beter daar dan ik had verwacht. We moeten toch nog een summon, hè, dus. Ja, ik kan nog eigenlijk wel even gaan kijken. Alhoewel... Komt die andere teamgenoot? Nee, maar dat had ik ook niet verwacht, want die kwam net ook al niet, dus... Ah, kijk eens aan. Mooi. Four sec. Hij is nog niet geraakt, vreemd genoeg. Oh nee, wacht, hij komt. Nee, hij komt niet. Nabate, T, oh, nee. Sorry. Hamate! Wat een rare namen allemaal, man. Mis. Mage. Geen armor. Jongen, als die fucking teamgenoot hem nou gewoon had geripost, hè. Ja, ik heb hem gekillt met een boog! Wauw, man. Nice. Ik heb nog nooit iemand gekillt met een boog. Het heeft fucking veel damage. 700 ongeveer. Ja, nou, die teamgenoot raakte hem 2 keer en ik maakte hem af met de boog. Gewoon iemand afgemaakt met een boog. Oh, hier is die. Hey. 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 Deze kerel gebruikt ook die glitch voor extra FP of Estus. Dat je die Estus terug kan krijgen, weet je wel. Dus Unlimited Estus glitch.
Waarom gebruikt niet iedereen dat? Ja. Nog een invader. Ja. Erg dichtbij. Ja, hier niet. Andreas Graal. Maar goed, eigenlijk hebben de invaders er ook niet zoveel aan. Als ze tegen ons spelen, want ja. Oh. Ik bedoel, je kan zelfs nog wel gewoon een één gevecht killen, dat wel. Wat? Als met die glitch neem ik aan dat je ze nog wel gewoon in één gevecht kan killen. Ja, dat ze maar dan soms rennen ze weg en dan gaan ze gewoon die FP regen doen. Ja, oké. En dan vallen ze weer opnieuw aan. Terwijl jij dan weer laag op FP of Estus shippen. Dan moet je gewoon hopen dat ze zo greedy maakt dat je ze gewoon in één keer kan killen. Dat zal waarschijnlijk ook wel gebeuren. 1 miljoen soul. Maar het is een team en dus het is niet zo erg gelukkig. Nee, ja, het is waar. Het is kut voor hen dan. Oh fuck, een herald! Ja, alles leeft, hè? Alles is wakker, hè? Ja, maar ik wist niet dat de fucking herald hier was. Nou, dat maakt niet uit. Dat wel, als je links in je scherm kijkt. Wat? Ja, die is dood, we kunnen terug. Dat is de kerel met die fucking glitch. Oh, ja. Invader killed hem. Ja, maar hij had ook last van de herald, zo te zien. Nou ja, je ziet dus wat die glitch amounts toe. Weinig. Wordt alsnog gewoon gekilled. Ik zei het, beter als die throwing knives, de Church Guardianships. Ah, fuck, ik heb meer tijd, fucking Estus, maar ja. Dan gaan we maar weer terug. En dat was die invader die, hoe heet dat, net die teamgenoot killde, hè? Ja, dat snap ik, want het was de enige invader die hier was. Maar dus we hebben er nog één. Moest hij wel zijn geweest. Ja, maar die was bij de Heralds, die had ik gewoon in het vizier, dus die kon hem niet gekild hebben. Maar ja, je ziet dus, ik kan die glitch wel doen, maar het maakt je geen betere speler. Ja, en dus is die pijlenboog glitch. Correct. 9 van 10 keer killen we die faggots ook gewoon, dus ja. Ja, dat is sowieso wel fucking zielig. Ja, correct, dat wel. Green Jay. Oh, dat was die net die hier naar achter ging, hè? Die killden we toen. Oké, bereid je voor op een pussy dus. Ja. Terugtrekkende faggot. Weet je, Nankida blijft altijd wel achter, maar hij wordt niet heel vaak geraakt. Dus hij is wel redelijk voorzichtig aan het doen volgens mij, ondanks dat hij alleen is. We hebben hem ook nog niet echt in actie gezien, dus ik ben benieuwd. Ja, I don't know. Anyway. By the way, anyway. Ze weten ook echt nooit dat je bent teruggetrokken als je zo ver bent, hè. Want dan zien ze die like en denken ze, oh, ze zijn verder. Dan krijg je bericht. Pushy, go back when one is dead. Ja. Ik zag dat er eentje 25 schade opliep. Dat zag ik. Vier. Green Jay. Wat is die essence glitch dan? Ik haat mensen die dan de sign buiten die in de deur liggen, weet je wel. Dat is met die... je hebt natuurlijk... Pyromancy Flame, die hand zeg maar. Maar je hebt ook die andere nog, van de eerste DLC. En die kan dat. Ja, er staat iets voor volgens mij. Blablabla, Pyromancy Flame of niet?
Mhm. Profaint? Nee, dat niet. Denk ik. Namaste! Fuck. Pyromancy Sporting Flame, die. Ja. Ja. Kan niet zien, maar wat. Ja, maar dan moet je voor bieden. Mm-hmm. Is dat niet een veder met die... nice, kill. Rol! Ja. Jij had hem mooi te pak. Hey, mooi, je kan gelijk point down doen. Ja, die apostel stond geen kans tegen mij toen ik boven op die ding was. you know the thing. The thing. Men and women are created by the... You know the thing! What? Where you fish? Lies! Deception! Every day, more lies. Justice! Freedom! Liar! You're with him! Nou, dat was net loos. Een valiante poging. Anyway. Tijd vinger. Gotcha now. Hoor ik er een? Ja. Ah, hier, Vee. Die hadden we als teamgenoot in de vorige sessie. Ja. Zullen we point down doen als een kill of niet? Nee, ligt eraan hoe hij speelt. Ja, hij deed weinig gestures toen hij met ons was. Ja, het was echt alsof hij er geen had, zeg maar. Ja. Hij weet hoe we spelen als het goed is. Ik denk dat die twee teamgenoten met hem bezig zijn. Ja. Nog één. Oh ja. Zoals je ziet aan de lag, daar heb je hem. Wat gaat hij nou doen? Dat was echt zo dom. Volgens mij denk ik dat dat verkeerd knopje was. Ja, dat moet wel. Dat was zo lomp. Ja, je wij zullen denken. Oh, hij is gelijk weer dood. Nou, dan gaat mijn hoop. Dat was mis. Oh, daar is die higher bij. Ik heb geparried. Waar mijn higher bij? Gaat hij in de alleyway? Gaat hij in de gang? Hij is dood. Oh. Hij kwam op me afrennen, weet je wel. En hij kwam op me afrennen, weet je wel. En doet die draai-attack, zeg maar, dat je zo'n renaanval doet. En ik parry die gewoon gelijk. Nou, niet dat hij wel point down. Ik dacht, ik doe het expres nu niet, maar... En doet hij. Achter je. Huh? Oh. Daar. Nou, hier wou ook die ferry doen terwijl hij aan de andere kant stond.
Nabate is echt bijna dood. Kura 2. Nabate. Kromme aanval dat, jongen. Oh, daar is hij, daar is hij. Hij loopt gewoon weg. Oh nee, 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 daar is hij. Wacht, ik ga wel van boven schieten. Oh, fijn. Als je de tijd vindt, moet je ook maar naar boven komen. Fate Blade, jongen, die kerel is echt gevaarloos. Ja, maar hij, blijkbaar doet hij zo'n gare glitch. Dan doet hij R1 en dan doet hij zijn wapen sheeten en dan R1 heel snel achter elkaar. Interesting. Ze is een overloper, hè? Hallo? Hallo daar! Ja, daar ben jij. General Kenobi! Fire! Nee, mis. Shit, boog, run away, denkt hij nu. Nou ja, zorgt er in ieder geval voor dat als goed is die teamgenoten mee kunnen. Zijn ze er? Ja, ze gaan nou de trap op. Nee, die invader durft nu toch niks. Ze is bang voor mijn boog. Die kerel gebruikt de ring. Dit zijn echt wel twee tryhards van de teamgenoten trouwens, jongen. Ze gebruiken ook heel de tijd die, die Ring of Favor glitch. Dat je unlimited stamina op de trap hebt en dat je er niet afvalt door shit. Ik zag het, maar je valt er sowieso niet vanaf. Wat? Oké. Okay. Oh. Ik zit stuk op een muur. No problem. That's how done. That's how done, ja. Oh, daar is die! Naast ons! Op ons level. Hij gebruikt ook de boog. Raak je hem nou? Ja. Yeah. Is die naar beneden? Nee. Mm-hmm. Ja, dit is echt, dit is doodlopend, jongen. Wat wou je daar nou gaan doen? Dit is doodlopend. Waarschijnlijk kende hij de map nog niet zo goed. Dead end. Correct. Die ene kerel, die een beetje tryharderig, die is er nog. Ja. Oh shit, geen kettering. Oh nee, geen kettering. Grappig. En dan zie je nog maar eentje geen kettering hebben, hè? Wat? Wow, een vuurpotje. Lief, is gevaarlijk. De fucking ring aan het switchen. Invader? Ja, wat? Ja, het was even aan het laggen, leek het. Oh! Dus uiteraard dacht ik invader. Sit down. Idioot. Very well. Hij rende ook fucking hard voor een teamgenoot, hè. En die teamgenoot doet die weapon art, zeg maar, van de Abyss Watchers. En ja, dan heb je fucking lange stagger.
Dus ik dacht, ik gooi een keer bad passages. Perfect. En toen was het met einde, dat was het einde pret, met zijn getrijaar. Ja, dat is net zo'n goede combo. Ik de Judicator even heel snel. Ja, dat is net zo'n goede combo als dat, dat iemand de Ring Knight Pred Gates wordt gebruikt en ander Chaos Bad Fashion, want daar word je ook lang in gestaggerd. Ja. Great. Goed, ik kan niet zien van wie dit is, denk voor jou. Ja, ja, ja. Oh shit. Oh, van jou? Nee, ik ben oké. Okay. Dat zou iets doen. Dat is een goal. Ik kan wel goed die schilder over zich heen zitten. Het is feest. Mickey? The dark, do not fear. Fear the dark, my friends. And don't look the feast, do you? And ignore the feast. Kan ook. Oh ja, Venom. Leuk. Kun je nog zien die constant gebruikt? Ben Grishorst, ja, fantastisch. Great. Ik mis het ook wel weer hoor, in Vedel. Of jou de host helpt met hoog level. Nou ja. Ja, we kunnen het wel een keer omdraaien, ik bedoel, waarom niet? Maar... Of niet? Of ben je nog niet op hoog level dan? Dat kan. Hè? Ja, natuurlijk ben je daar. Ja, we hebben al. Ja, ik wou zeggen, natuurlijk ben ik daar. We hebben hem eruit gespeeld erop. Ja, dus dat zou misschien wel een keer kunnen ofzo dan. Maar ja, ik bedoel, jij kan sowieso spells, ik kan dan totaal geen spells. Oh, ja, maar dan moet je gewoon andere... Of firemans. Firemans doen. Ja, maar ik weet geen eens of ik die al heb. Anders moet je even die stats die je nu hebt doorvertellen. Ja, is goed. Stuur, maak maar een foto op mijn telefoon. Correct. En dan dat ik zo'n, net als nu een hybrid met deathbasis. Ja, ik gebruik Chaos Ember op mijn wapen, zeg maar. Ja. Die alleen heb ik waarschijnlijk. Kutten is, je hebt hele lage vita. Ik ben even 125 op dit account. Ik kom er 15 dus. Ja, dan zou ik toch nog 10 levels erbovenop doen. Nee. Dat kan niet zoveel kwaad. 5 misschien. Ja, 5 kan ook. Oh, gelijk uit de animatie, dat is echt ziekelijk. We hebben echt een abyswatcher hier, joh. Skip the breaches. Fuck up. Nee, nou, ze zijn wel dood voordat ik hier kom. Slim. Ik ben de enige die dat aan zag komen. Oh! Ja. Weer. Ik ben weer de enige die het aan ziet komen. Nou, weet je wat je daarvoor krijgt? Dit. Mm-hmm. Ik heb nog maar 3 Estes. Nee, grapje. Nou. Hey, slaapkop. Of ga je omdraaien? Ja, is kut, hè. Wat? Al mijn stamina is dan op, hè? Logisch. Ik ben dan ook heel vermoeid hoor, als ik zo'n aanbeweging maak. Ja,
Doei. Dat verdient wel applaus. Correct. Klinkt leuk. Klinkt origineel. En nog leeft hij, hè? Wat? Invader noob. Wat? Het is allemaal zoveel schade. Correct. Dan breek je gewoon je been van in het echt, hè? Ja, echt wel. Feiten. Jong. Ja, dan ga ik het ook niet proberen. Ja. Fuck you. Asshole. Nice. You know 1v1? Nee. Not gonna happen. Ja, alleen als we hem uitgespeeld hebben. Nee, niet altijd. Ja, New Game Plus bedoel ik. Ja, af en toe. Altijd. Traditie. Nee. Correct. Iedere keer gedaan als we naar een nieuwe New Game gingen. Ja, maar van tegenwoordig nou is traditie. Want incorrect. Ik bedoel, Eerdex Gundeer is niet meer Eerdex. Kan iets nou tegenwoordig een traditie zijn? Dat is feiten. Want dan is het geen traditie. Wel. Anyway, incorrect. Dat is iets vanaf het begin. Ja, dat is het ook. Wrong. Right? You have to work for us, right? Wrong. Wrong. Bang. Remember Sully when I promised to kill you last? Yeah. I lied. Blah! Even goed kijken of hij wel echt goed valt. Ah, ik ben de enige die niet werd geraakt. Oh. Twice the pride. Ik hoop op de volgende. Correct. I've been looking forward to this. My powers have doubled since last time in deze dialogue ook eigenlijk. Yeah. My old friend. So you have chosen. Correct? Correct. You must join him, Gandalf. Ja. Maar waarom is hij hem gejoined? Out of fear, toch? Ja. Ik dacht... Ja, kijk, oorspronkelijk was hij goed, neem ik aan. Want hij was de White Wizard, maar... Mm-hmm. Ja. Ik denk gewoon... Eén. Hij was misschien... Dat valt mee, die schade. Hij was misschien ietsjes praktischer dan Gandalf. En... dacht van ja, het lukt ons nooit om te wel, winnen. Je zag wel bij die... Die Tudekid leeft nog. Ja, maar je zag wel van. Bij die battle at Nargul Nodor of zo. Hoe heet die? Dol Guldur. Dol Guldur, ja, dat was het, ja. Ik zie hem. Dat? Toen hij hem zag, zeg maar, als in die necromancer vorm, was hij wel helemaal, zag je wel die zijn facial expression van holy shit, ik ben bang. Ja, maar hij zat wel in die council daar al een beetje van, ja, hij was degene die ontkende dat hij echt zou kunnen what opstaan. Enemy. What enemy? The evidence, the enemy has returned. What enemy? En dan zie je sowieso een pet op met enemy, weet je dat nog, van die YouTube voet. Ja. Dat was wel een goeie. Ik heb niet voor de backstab. Jongen, dan ben ik alleen maar een kutflink in Guardian. Ja.
Hier is voor chums. Ik heb hem gepanic-parried. Hij doet twee keer die fucking dingen. Oh shit. Uh-oh. Oh nee. Uh-oh. Wat? Oh, je bent dood. 1,2 miljoen. Nou ja, het telt gewoon als een run hoor, dus. Ja joh.